Yo mensen, tot deze nieuwe video. En in deze video ga ik mijn 5 films bespreken die ik in 2016 zeker ga kijken. Dus doe vast dat blauw duimpje omhoog. En ja, voordat je gaat zagen in de comments, ik weet het, mijn belichting klopt een beetje niet. Mijn ene kant is een beetje overbelicht. Tja, deal with it. Maar let's go naar de video. Dus op nummer 5 staat Finding Dory. Na zoveel jaar is er eindelijk een vervolg op Finding Nemo. Het is echt toevallig eigenlijk. Ik had Finding Nemo pakt een paar dagen geleden nog eens gezien. En ineens zei ik dat er zo een nieuwe Finding Dory komt. Eigenlijk totaal helemaal niet origineel van Disney. Maar dat maakt mij niet uit, ik ga die film sowieso zien en ik ga de eens, dus al die kleine kinderen zijn die in de cinema zitten, dan begrijp je. En ja, ik weet niet, de film ziet er mij gewoon leuk uit en die wil ik wel graag zien. Nummer 4 staat Assassin's Creed, The Movie. En vroeger stond die zeg maar op mijn nummer 1, maar, of nummer 2, want ja, je zult straks wel zien waarom. Maar hij staat zo wat op mijn nummer 4, omdat, ja, eigenlijk weet je, de laatste tijd vind ik de Assassin's Creed franchise, ja, gewoon een beetje slapjes eigenlijk. Ik vond Assassin's Creed Unity was wel goed, ik bedoel, maar wat zei ik nu? Assassin's Creed Unity was eigenlijk helemaal niet goed, toch niet op PC. Ik heb er echt een, ik heb echt gewoon een trauma aan dat spel gekregen. Door dat spel gewoon een trauma aan pre-orderen bij Ubisoft. Sorry, maar zo is gewoon. Ik kan nooit meer pre-orderen bij Ubisoft. Dat ga ik nooit meer doen. En Assassin's Creed Syndicate was... of Syndicate, of hoe het ook noemt. En ja, daarom ben ik niet zo excited of... Ja, dat was net de brakste Engels ooit, ik weet. Maar ja, daarom ben ik dus niet zo gehyped voor die film. Maar ik wil hem toch zeker... Nummer 3 staat Deadpool. En ja, Deadpool ziet er gewoon een hele... grappige, humoristische film uit. Veel kan ik gewoon niet over zeggen. Het verhaal zit goed, het is van Marvel. Ja, Marvel is meestal wel goed. Ook al ben ik misschien wel mede van Warner Bros. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het lijkt me gewoon super vet om die films, ja, om die film te gaan zien eigenlijk. Ja, dus dat was mijn nummer 3. Dus op nummer 2 staat Batman versus Superman. En dan ja, komt er nog wel iets, The Dawn of Justice of zoiets. Ik weet eigenlijk zelfs niet de naam niet, maar... die film ziet er mij gewoon super cool uit, omdat, ja, ten eerste, Batman is altijd cool, gewoon Bruce Wayne, hashtag cool gewoon. En dan, ja, Superman. En ik ben echt benieuwd hoe Batman het tegen Superman gaat opnemen. En het ziet er toch wel een veelbelovende film uit. Dus ja, die film wil ik ook zeker. En op nummer 1 staat waarschijnlijk wel wat mensen hadden zien aankomen. Is ja, Star Wars Episode 8. Ik vond Star Wars Episode 7 een hele goede film. Ik lees wat overal wel dat de meningen wat verdeeld waren over Episode 7. Maar daar gaat nog een andere video over komen. Ik wil gewoon zeker episode 8 zien, omdat ik echt het vervolg wil weten, omdat episode 7 een cliffhanger was. En ja, na een cliffhanger denk iedereen wel weet wat dat is. Dat hoop ik toch. En ja, het ziet er gewoon een vies goede film uit eigenlijk. Ja, nee, het ziet er geen vies goede film uit, maar ik denk wel dat het een vies goede film gaat zijn. Wat ik wel eerder wat bang voor ben, is dat een andere regisseur is. En als die film verneukt is, zal de 9 waarschijnlijk ook verneukt zijn, omdat die door dezelfde regisseur is. Waarom dat ze J.J. Abrams, die gast, waarom dat ze die niet meer hebben gekozen voor episode 8 en episode 9, ja, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Mijn part is gewoon, ja, J.J. Abrams, of hoe het ook uitspreekt, mogen houden. Maar ja, dat doen ze gewoon niet. Zeggen, fuck you, Abrams, wij pakken een nieuwe regisseur.
Want jij kost te veel geld of zo. Waarschijnlijk zal het zoiets zijn. Maar ja. Maar mensen, dat was de video voor vandaag. Dus vond deze video leuk? Een blauw duimpje. Abonneer. Zie je de volgende keer. En de volgende keer weer tot dan. En ja, nog een leuke dag.